Beste collega's, degenen die binnenkort weer op ons hoofdkantoor komen of op een van de locaties decentrale huisvesting zullen iets nieuws zien. Wat we hebben gedaan is dat we van ons mooie werk 50 foto's hebben opgehangen. Die zijn gemaakt door onze vaste fotografen, 3 stuks. En uit die collectie hebben we de 50 mooiste foto's verzameld. En waarom deze foto's? Die representeren ons werk en vooral het uitvoerende karakter van het werk. We staan hier bij een foto van de Noordwaard, een gebied waar ik zelf wel wat mee heb. Een mooi rustig gebied, rustgevend gebied met veel natuurwaarde. En het is de bedoeling van dat gebied dat het bij hoog water onderloopt. En dat zien jullie hier. Dus als je weer op kantoor komt of op een locatie buiten, bekijk even de foto's op je gemak en kijk ook vooral wat jou het meeste aanspreekt. Hier een mooie foto van de situatie bij Lent Nijmegen in het droogtejaar 2018. Toen dachten we nog, hé, dat is eenmalig zo'n extreme droogte, maar inmiddels hebben we ook in 2019 te kampen gehad met een forse droogteperiode. En ook dit jaar is weer relatief droog, dus dit visualiseert ook heel mooi het nieuwe thema droogte, wat ook politiek en bestuurlijk nu volop in de belangstelling staat. Hier zien we een mooie foto van een van de kleinste coupures die we hebben in de Stadswal van Gorinchem. Ooit aangelegd op instigatie van Napoleon. En is nog steeds in bedrijf en hij maakt ook deel uit van een wandelroute. Dus je kan door die coupure heen lopen onder de Stadswal door. Nou, wij zijn als waterschap natuurlijk ook wegbeheerder. En dat betekent dat we de zorg hebben voor veilige wegen, ook onder winterse omstandigheden. En je ziet hier heel mooi een plaatje hoe we in een strenge winter ook zorgen voor een veilige weg. En dat doen onze mensen echt bij nacht en ontij.